Van Fox. Wat zeg je? Van Fox. Oh, gut, ik wil niet op Fox. Te laat. En altijd de deur op slot, hè? Ik pak meestal de trap. Ik ben geen liftfan. Alleen als het niet anders kan. Ik heb zelfs één keer op de wc vastgezeten, op de TV-jaarstraat. Ik heb de halve deur op elkaar gestampt, volgens mij. Eigenlijk is het werk meer lopen als werk op zich. Maar daar hebben we goede schoenen voor gekregen. Hè? Ik hou van lopen, dus... Of veel fietsen. Ik zit eigenlijk thuis ook zelden stil. Morgen begin ik al met de hond te lopen, en als ik thuis kom ook. En ik help mijn dochter vaak nog met reclame lopen. Ik krijg er niks voor, maar ja, ik doe het graag voor mijn dochter, dus... Ik heb eigenlijk geen ene dag meegemaakt dat ik het niet leuk vond. Al vanaf 2001. Ja. Zit er nog in? Je ziet even mensen, op een gegeven moment leer je mensen ook kennen, je maakt een praatje. Ja, dan maakt het alleen maar leuker. Ja, ik ga snel hoor. Ik kan zelfs achter tevoren lopen. Dat is het idee. Ik zie iemand met één oog. Die andere is gewoon helemaal blind. Is op school gebeurd. Iemand gooide met stokken. Ja, terwijl ik werd uitgedaagd om te blijven staan. Ja, en dan ben ik stom om dat te doen. Die stok kwam flink in mijn oog terecht. Ja, dat is gewoon helemaal kapot van binnen sindsdien. Dat had niet gehoeven, maar ja, je bent jongen en je doet stomme dingen. Ja, je moet ook meer om je heen kijken. Je bent wel vlugger vermoeid natuurlijk met het één oog. Ja, het is een ziek idee. TV kijken, lezen, computer uiteraard. Dan moet je gewoon 3-4 dagen echt rusten. Maar voor de rest leert in mijn leven. Hè? Er zijn ergere dingen natuurlijk. Dan heb je dat terug. ik vind zelf het leukste heel met mensen omgaan. En ik ben hier al vanaf 2001 conciërge. Schilderijen ophangen, lampen vervangen die kapot zijn. Interne verhuizingen, tafels hoger, lager zetten. Van de technische dienst. Op het werk ben ik altijd heel vrolijk. Ik kan iedereen beamen ook. Ik zeg maar, ik bel me iets meer aan op. Ik geniet het meest als ik 10 dingen tegelijk heb. Dan ben ik op mijn best. Dat zie ik als een uitdaging. En dan komt het werk altijd wel goed. De studentenverenigingen hebben ook veel mee te maken natuurlijk. En elk jaar komt er een nieuwe vereniging weer. Hè. En we worden ook redelijk veel bij betrokken. Bijvoorbeeld een feestje mogen we vaak komen. Nou, schotten lachen met die jongelui. In eerste instantie met de verhuizing naar dit nieuwe gebouw zou mijn collega en ik niet meegaan, want het overbodig zou worden. Dat was een vastlopertje. Maar gelukkig is dat niet zo gebleken. Ja, dat doet je toch weer alleen maar goed. Je alles met plezier doet en je staat altijd klaar. Dan krijg je er toch wat voor terug, vroeg of laat.